Broekhoff met het balbezit. En uiteindelijk zijn we aan de zijkant bij Intezar. En hier de actie voor Kenny Elders. Daar is de voorzet en daar is bijna de eerste goal voor Lukili. Dat is nog eens een begin. Elders. Opoku. Elders met de diepe bal. Nu misschien. En is dat terugspelen of niet? Ja, dat is terugspelen van Intezar. En dus krijgen we een indirecte vrije trap. Intezar is zich van geen kwaad bewust. Maar het is een terugspeelbal. En het is in de muur, in de melee van benen door Goeman gespeeld. Broekhoff gaat er onderdoor. En dat is een goede poging van Tillema. Parami, Elders, Tillema. Daar buitenom komt Van den Oever. Van den Oever, Van den Oever en Schimmel. En nog een keer en dan haalt hij binnen. En dan is het gewoon de goal. Van den Oever brengt hem hier binnen. Jongenelen nog voor de lijn zit eraan. Dus Jeffrey Jongenelen met de treffer. Van der Meijrak legt klaar voor Lukili. En op de lijn Elders. En de uitbraak. De uitbraak met Jongenelen. Tillema. Tillema, Jongenelen. En die houdt dan Samsay vast. Een hele snelle omschakeling van de Uien. Op de lijn de redding van Elders. Dan is dit Jongenelen. Tillema. En dan houdt men elkaar vast. Maar krijgt Jongenelen de schuld. Lukili met de voorzet. En Opoku is lang. Langste man van het veld. Elders. Elders misschien. Elders. En Van Nieuwkoop met de redding. Elders met de hoekschop. Daar Bellassan. Bellassan. En onderweg door Jan en allemaal aangeraakt. Waaronder Carlos Opoku. En dan gaat de bal over de achterlijn. Jongenelen goed weggedraaid. Parami, Elders, Samsay, Elders en de redding van Schimmel. Het treintje staat, het treintje van Linde. En daar de goal. Nee, hij gaat er niet in, Broekhoff. Hoe is het mogelijk? Nog eens kijken zeg. Broekhoff, hoe groot moet je de kansen nog krijgen? Overtreding van Balk. Rood? Nou, dit vind ik iets te gortig eigenlijk. Het is gewoon een tackle op de bal. Beetje overdreven deze rode kaart van scheidsrechter Dreugen. Van den Oever, lopende man is Tillema. Daar. Tillema met Intezar. Tillema. En daar is het aan alles een einde. Daar is de 2-0. Daar is de goal voor Tillema. Zijn 12e. En alle hoop vervlogen voor Lukili en zijn mannen van FC Linde. En daar het laatste fluitsignaal van Sam Dreugen. Rijnsburgse boys wint met 2-0 van FC Linde.